Welkom bij de gemeente Utrecht. Ik ben Mohamed. Ik ben werkzaam als sporthalbeheerder bij de gemeente Utrecht. Ik ben José en ik werk bij Zwembad de Kwakel in Utrecht als receptioniste. Mijn dagelijkse werkzaamheden zijn toezicht houden op de sporthal. Ik zet mijn portofoon aan, ik zorg dat ik alles op orde heb. Dan komen de mensen binnen, die verwelkom ik. We houden de kleedkamer schoon voor de sporters. Je bent eigenlijk het visitekaartje van de gemeente. Mijn band met mijn collega's is heel leuk. Ze zijn heel open, de samenwerking is perfect. Ja, we zijn natuurlijk afhankelijk van elkaar. Het is verantwoordelijk wat we hier doen. Hè. Mensen moeten veilig kunnen zwemmen. Je hebt sporters, ja, en dat zijn ook gewoon je collega's waar je een goede samenwerkingsverband moet mee hebben. Dus het is gewoon heel leuk. We hebben soms ook enorme lol en ze komen even een praatje maken bij me achter de receptie als het wat rustiger is. En we hebben pauzes met elkaar en één keer per jaar een leuke barbecue. Vriendelijk zijn, goed kunnen communiceren. Je moet stressbestendig zijn. Een beetje stevig in je schoenen kunnen staan. Je moet met mensen kunnen omgaan, sociaal zijn. En er zin in hebben. Contact met de Randstad is heel prettig. Ik heb een vast contactpersoon, die kan ik appen, bellen. Ze belt ook meteen terug als er iets is, komt ze. Ik ben nu op dit moment overgenomen door gemeente Utrecht. Maar voorheen heb ik gewoon echt heel goede contact met de Randstad. Als het goed gaat, dan heb je om de zoveel tijd een keer een gesprek, dat je elkaar ook ziet. Heel prettig. Ik zou zo weer voor Randstad kunnen werken. Randstad. Dat werkt beter.